Jeffrey Gouwenleeuw, ja, het is een beetje een gekke week geweest natuurlijk, hè, met al die interlands. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, je weet natuurlijk dat veel jongens op pad zijn met een nationale elftal. En daardoor krijgen wij 3 dagen vrij. Dat is wel lekker natuurlijk, omdat we zo'n druk programma hebben gehad de afgelopen weken. Dus dan kan je weer opladen voor de volgende periode. Wat heb jij gedaan? Nou, ja, niet heel veel eigenlijk. Druk bezig geweest met mijn nieuwe huis. Dus ja, dat heb ik dus gedaan. Met je klussen? Nou, zelf ben ik niet echt een klusser, maar ja, je moet ook een beetje toezicht houden. Ja, een beetje coördineren, dat het wel goed gaat. Ja, precies. En volg je dan nog de verrichtingen van jongens zo over heel Europa, waarschijnlijk uit de wereld? Ja, tuurlijk. Je kijkt wel even wat uitslagen zijn geweest. En, ja, dus dat hou je wel in de gaten. En een speciale belangstelling misschien voor IJsland? Ja, hier met Johan natuurlijk. Ook met Wim Bogason, die ik natuurlijk ken van vorig jaar. Ja, dan kijk ik wel even wat ze gedaan hebben natuurlijk. En voor hun is het uiteindelijk jammer dat ze niet heen gaan. Ja, hoe vangen die jongens dan op als ze weer terugkomen? Of heb je het daar niet meer over? Nee, niet heel veel. Zodra ze hier zijn, dan moet de focus natuurlijk weer op de volgende wedstrijd. En natuurlijk is het een teleurstelling voor hun. Maar nu moeten we weer aan Rode JC denken. Ja, want hoe kijk je tegen dat duel aan? Ja, nou, we spelen thuis natuurlijk. Als we bovenin willen blijven meedoen, dan moeten we gewoon 3 punten pakken. En dat is ook waar wij voor gaan. Een thuiswedstrijd inderdaad, zoals je zegt. Er is veel duidelijk. Hè? Elftal is eigenlijk onder advocaat duidelijk geworden. Is het wel een moeilijke wedstrijd, of zeg je? Ja, je ziet dat Roda heel wisselvallig is. Hè? Ze winnen volgens mij 2 keer achter elkaar van PSV. Dus als je daar naar kijkt, dan hebben Roda ook gewoon een goed elftal. Alleen die week daarop verliezen ze volgens mij weer 4-0 van Go Ahead thuis, geloof ik. Dus ja, het is wel een ploeg om rekening mee te houden natuurlijk. Maar we moeten gewoon vooral naar onszelf kijken. En als wij ons spel spelen zoals we het de afgelopen week hebben gedaan, dan moeten wij gewoon voor 3 punten gaan. Het vertrouwen is er natuurlijk nog steeds. Ja, zeker weten. Ik bedoel, de resultaten die zijn uitstekend, denk ik. Dus het vertrouwen is aanwezig. Maakt het overigens nog uit dat je nu wel van die eerste positie af bent, omdat Vitesse dan jullie voorbij is gestreefd na Feyenoord? Ja, je weet natuurlijk dat met Feyenoord uit gewoon een heel lastige wedstrijd is. En het staat zo dicht op elkaar allemaal natuurlijk. Dus je moet gewoon zorgen dat je constant blijft presteren. En dan blijf je bovenin meedoen.